Ajax en AZ, de nummers 1 en 2 van de competitie. En met nog 5 wedstrijden te gaan, lijken zij uit te gaan maken wie er kampioen van Nederland gaat worden. Ajax 3 punten voorsprong op de Alkmaarders. En het kan dus een hele grote slag slaan als het vanmiddag wint. Ajax won de laatste 3 wedstrijden op rij. AZ uit de laatste 5 wedstrijden 15 punten. En Sint is er doorheen. Sint, 1 op 1. Sint, de keeper staat in de weg en dan wordt die bal weggewerkt. De eerste goede kans is voor Ajax. Gravenberg. La Vega, goede paas. Sint, Sint en net voorlangs. Gravenberg. En weer de diepte gezocht. Zomaar waait die bal op de lat. Reiziger zag dat denk ik niet aankomen. Maar daar ontsnapt Ajax ineens. Maduro. Dest. Mooi meegegeven. Maduro naar binnen. Maduro. 1 op 1 met de keeper. En de 1-0 voor Ajax. Jurriën Maduro. Met de openingstreffer. In de 27e minuut. Een goede actie. Krijgt de bal mee. Zet zichzelf vrij voor de doelman. En dus Ajax op voorsprong. Tot echt uitgespeelde kansen is AZ niet gekomen in de eerste helft. Misschien nu met Ens die hem voorgeeft en dan de vrije kopkans. Hier dan wel een goed uitgespeelde kans voor AZ. Sint. Sint. Nog eentje bij Sint en schiet hem dan voorlangs. Wat een goede actie van de Venizio Sint. Maar dan krijgt hij hem alleen niet op doel. En Ens de bal kwijt aan Ekkelenkamp. Brobbey heeft veel ruimte. Brobbey kan nu op de doelman af. Brian Brobbey voor de 2-0. Brobbey. Maar op het laatste moment goed verdedigd. Ajax 1. Zij dus woensdagavond tegen AZ. We kijken nu toe. Ens komt daarbij. Ens gooit hem voor. En de kopbal. Op het dak van het doel. Het is weer Thijs Oosting. Bakker. Brian Brobbey. Helemaal vrij. Brobbey. Maar voor de doellijn gekeerd. En dan de La Vega. Zo zijn de kansen er voor Brian Brobbey. Goudmijn. West half. Oosting. De Bruin. De Bruin. En een overtreding gegeven. De overtreding dan van Sint. Leek toch niet heel veel aan de hand. Maar AZ krijgt dan de vrije trap. Op zo'n 20 meter van het doel van Reiziger. In de blessuretijd van deze wedstrijd. Wordt het Oosting met links of Franken met rechts. De muur van Reiziger staat. Het wordt Oosting en die krult hem over de muur erin. In de blessuretijd van deze wedstrijd. Wat een enorme domper voor Ajax. Maar hier kan Daan Reiziger niet bij. 2 minuten in blessuretijd voorkomt AZ dat Ajax hele goede zaken in de titelrace doet. Is Maduro dus niet de matchwinner. En dus slaat Ajax geen grote slag in de titelstrijd. Maar behoudt het wel die voorsprong van 3 punten op AZ.